Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 39 hier in Groot-Brittannië. Heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik erop. En ja, die aflevering waarschijnlijk was een chaotische race met een rode vlag, maar wij wonnen gelukkig gewoon die wedstrijd. Staan dus ook gewoon goed voor in het klassement. 60 punten verschil naar Verstappen. Een groot gat wat Max moet gaan zien dicht te maken. Ja, in Engeland hebben we er eigenlijk nog nooit op gereden in F1 23. My Team Career Mode wordt onze allereerste keer hier op racen. De auto is goed. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Zijn we dus aanbeland weer bij het hoofdkwartier. En ja, volgens mij komen er ook een aantal updates aan. Twee zelfs van de aerodynamica, dat is goed om te zien. Ja, in de vorige race dus gewonnen met de snelste raceronde. Max werd tweede, Norris werd derde. En hebben dus ook nog nooit op dit circuit gewonnen. We hebben er wel een keer op gereden in seizoen 1, dat verliep helaas op een teleurstelling uit. Pirelli Hot Lap slaan wij er gewoon even over. Volgens mij zijn er nog een aantal updates binnengekomen. Ik zal eerst even onze mail checken. Geen nieuwe mail. Terwijl ik rechtsboven toch echt een melding zie staan. Goed, we kunnen nog even kijken wat we kunnen doen aan de... ja... updates. Er is eentje van het chassis geslaagd. Dat is goed om te zien. En voor de rest is er eigenlijk niet zoveel meer om te updaten. We hebben gewoon te weinig resourcepunten over. En zijn nu het vierde snelste team. Hebben Mercedes ingehaald. Dat is goed om te zien. En dan is het op naar de kwalificatie. En kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Lekker zonnig weer op dit moment. Dat is goed om te zien. Kijken of we kunnen doorkomen naar Q2. Ik ben hier wel eens eerder op gereden in seizoen 1, maar nog nooit gewonnen volgens mij op dit circuit. Dus mochten we deze winnen, zou het een mooie zijn. Daar helaas wat te wijd bij de eerste bocht. Apex wat gemist. Tijd dus wat verloren. Aanremmen bocht 2 en insturen bocht 3 gaan wel heel erg goed. En de DRS is dus geopend. Einde van mijn eerste ronde in Q1. Het paars in sector 2. Daar helaas weer die apex gemist. In het begin van sector 3. Komen we samen met de laatste paar bochten. En over zometeen start finish. En dan laten wij wel de snelste tijd noteren. Dat betekent dat wij op de snelste tijd staan. Hakkinen op P4. Beide rijden dus door naar Q2. Hebben we goed gedaan. Over 15 minuten komt er regen. De bewolking is ook toegenomen op dit circuit. Dus ik wil gewoon zo snel mogelijk naar buiten om een ronde te laten noteren op die zachte banden. Zodat wij in ieder geval hopelijk door zijn naar Q3. Goeie eerste bocht. Helaas hadden we daar en hier ook te wijd. Hadden we daar de apex wat gemist. DRS geopend. En nu kunnen we de Mercedes motor zijn werk laten doen. Het paars in sector 1. Daar weer te wijd. En moeten we deze bocht helaas afsnijden. Krijgen een track limits waarschuwing ervoor. Verstappen naar de snelste tijd. 1.27, 6 of 8. Weet ik niet zeker wat er stond. En wij komen bij start-finish. En dat is de snelste tijd. 1.26, 3.14. Uitslag van Q2. Goed gedaan. Snelste tijd gepakt. Hakkinen mooi door naar Q3. En Perez redt het net op P10. En dan is Q3 helaas in het water gevallen. Letterlijk, want het regent hier in Silverstone. Hele andere omstandigheden, hele andere... ja, het gedrag van de auto wordt anders. Moeten kijken waar we op het gas kunnen.
en hoe we die bochten gaan benaderen op de intermediates. Ja, die eerste bocht kunnen we helaas niet flat out nemen, dat is jammer. Dus daar hebben we denk ik al wat tijd verloren. We doen het hier gewoon rustig aan, daar helaas te wijd. En dat heeft ons wat tijd gekost. We komen aan bij het einde van mijn eerste ronde. Zijn 2/10 sneller dan Mika Häkkinen die op P4 rijdt. Dus dat hebben we wel goed gedaan. Nergens paars. Met groen in sector 1 en 2. Nog ongeveer 7 minuten en 30 seconden op de klok. We komen aan bij het einde van mijn eerste ronde. En dan laten wij een 4e tijd noteren op een 10e van Charles Leclerc. Die 2e ligt. P4 op dit moment, niet goed. Dus we gaan er gewoon nog een ronde erachteraan doen om te kijken of de baan sneller en sneller wordt. Het regent ook niet echt, het is gewoon meer nattigheid op de baan. En Norris voorlopig naar de pole position is een thuisrace. Met trouwens 1 Brit minder. Lewis Hamilton is er dus mee gestopt. Is vervangen door Esteban Ocon. Ongeveer 1 ronde brandstof nog over. En paars in sector 2. Helaas rood in sector 1. Zijn 14e sneller dan Charles Leclerc. De baan wordt dus alleen maar sneller en sneller. En zijn gewoon 15e, 16e sneller. Ruim 18e. Daar helaas die apex gemist. Heeft ons wat tijd gekost. En die 16e worden nu... blijven 16e. Het blijven 16e van een seconde. Jazeker, en we duiken voorlopig naar de pole position in ronde nummer 3 van onze Q3 sessie. Maar goed, dat betekent met nog ongeveer een minuut te gaan dat wij alsnog naar buiten gaan. Op een nieuwe set inters. Kijken of wij ook deze pole position kunnen gaan vasthouden. Zijn op dit moment wel goed bezig. Maar daar verliezen we wat tijd. Maken we het gelukkig weer goed in diezelfde bocht. En ja, we zitten een beetje te knoeien, want de ronde is niet netjes. De vlag hangt uit. En hier verlies ik helaas de tijd. En vind ik het wel genoeg. Nu is het wachten totdat de... er rijdt trouwens niet meer. Er rijdt trouwens niemand meer. Oké. Dat had ik niet verwacht. Dat betekent dat wij dus naar pole position zijn. Norris 2. Russell 3. Häkkinen 7. Maar we hebben toch nog een goede ronde neergezet. Een 10e komt Norris tekort voor zijn eerste pole van dit seizoen. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Britain is one of only two countries to have held a Grand Prix in every year of the Formula One World Championship. Long may it continue. It is a circuit of speed, history and drama. It's Silverstone. It's the British Grand Prix. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of Silverstone Circuit form the 3.6-mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years with Turn 1, now the fast right-hander of Abbey, but the magic of racing is as strong here as it's ever been. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Leclerc, Verstappen, Perez, Häkkinen, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Sainz, Magnussen, Albon, Drugovich, Stroll, Richard Vachon, Hülkenberg, Sargeant, Joe, Tsunoda, Bottas, and Nyck de Vries. And now it's time to head down to the track. And Anthony Davidson joins us for this one. And great to have your company. There's no weather to worry about here. What will be going through the drivers' minds as they finish these last-minute preparations? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going.
Nou, dat momentum moeten we dus meenemen in deze wedstrijd. Kijken of we dat ook kunnen gaan doen. Wij vertrekken dus vanaf pole position. Naast ons staat volgens mij Lando Norris. We nemen wat extra brandstof mee. Strategie is soft, medium. Ik wil graag optimaal profiteren van de zachte band. Jazeker, en Norris op de harde band. Russell op de harde band. Leclerc op de harde band. En Max op de mediums. Dus wij als enige in de top 5 op die zachte banden. Kijken of we daar ook profijt kunnen maken tijdens de start van de race. Banden en remmen op temperatuur brengen is het advies van de engineer. En dan komen we zometeen aan bij onze positie. En dan gaan we zometeen wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. We komen keurig in onze gridpositie, staan een beetje schuin naar de rechterkant om Norris zometeen af te knijpen, mocht dat nodig zijn. De laatste auto is bij zijn positie en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 39. Hier in Groot-Brittannië, de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Norris is heel slecht weg. Zakt gelijk terug tot achter Perez. Van P2 naar P6. En wij pakken dus gewoon de leiding zoals voorspeld. Russell op P2 op die harde band. Leclerc op P3. Max op 4. En Perez op P5. Wat kan Verstappen op die mediumband? Kan hij naar Perez toe rijden? Wij voelen wel de druk van Russell. Gat is 17e. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk buiten die DRS-zone zitten. Paars in de eerste sector, wat ook logisch is, want wij zijn de snelste van allemaal omdat we aan de leiding rijden. Iedereen heel door bocht 1 heen gekomen, jazeker. Geen schade gelukkig gereden aan andere auto's. Geen uitgebeurten tot nu toe. Zitten we in ronde nummer 3 van de race als Russell de snelste raceronde zet. En wij zijn hier een beetje traag bij die snelle bocht en Russell passeert ons gewoon. Russell op die harde band. Krijgt zijn banden gewoon op temperatuur. We hebben gewoon moeite denk ik met de zachte band. En verliezen hier gewoon downforce. Hebben tenminste wel DRS. Dus kunnen zometeen misschien hopelijk Russell terug aanvallen. Gat is nu in één keer wel een halve seconde. Moeten dus nu het hoofd koel zien te houden. En proberen naar Russell toe te rijden. Proberen ook andere lijnen te rijden. Zodat wij het gat kunnen dichten naar Russell. We stappen op P3. Doet het nog goed. Achterstand is wel 2,2 seconden. En Russell noteert de snelste raceronde. We zitten in ronde nummer 4 van de race. We kunnen wel naar hem toe rijden in de bochten. Maar ik denk dat wij het gaan verliezen op het rechte stuk. En gooi de overtakeknop weer aan. Met de DRS en de slipstream. Nou, we zitten er wel goed. Zitten heel dicht bij Russell. Wij kijken naar de buitenkant. Daar is geen plek. En het is een touché met de Brit. Zetten wel paars in sector 1 neer. Kijken hier naar de buitenkant. Lukt ook niet. Dan proberen hier terug te kruisen. Vroeger op onze gas. Dat heeft gewerkt. En zitten aan de binnenkant bij Russell te kijken. Het is een beetje close tussen ons tweeën. Net geen touché, maar Russell heeft hier meer power. Richting kopscorner. Twee man. Dat gaat normaal niet. En toch vinden wij daar plek. Pakken de leiding af in de vierde ronde van de race. Goed gedaan. Maar Russell kan weer naar ons toe rijden. Met die DRS. En de slipstream. En die harde band die op temperatuur is. En ja, verdedigen heeft gewoon helemaal geen nut. Russell is ons gewoon weer gepasseerd. Betekent in ronde nummer 5 moeten we opnieuw een poging doen voor de leiding in de wedstrijd. Kijken hier naar de binnenkant. Komen van laat. En jazeker, Russell is weer gezien. En zo pakken wij weer de leiding af. Net als in ronde nummer 4. Nu in ronde nummer 5. En hopelijk kunnen wij nu ook wegrijden van de Brit. Maar die heeft die harde band op temperatuur. Wij hebben gewoon moeite met die zachte band. Kunnen die kops bocht niet flat out nemen. Russell wel. En jazeker, gat is minder dan 3/10. Zit er heel dicht op. Een tiende nu inmiddels. En hebben ook gewoon moeite met de tractie. Hebben gewoon moeite met de tractie. En zetten wel groen in sector 1 en 2 neer.
hebben ook weinig RS meer over. Russell kijkt daar naar die binnenkant. Daar is gewoon ruimte. Maar is er nog niet voorbij. Gaan hier wel een beetje wijd. Maar houden hier de leiding. Russell aan de buitenkant. Lukt niet, want daar is normaal geen plek. Zo behouden wij de leiding een ronde langer. Gelukkig maar. En gaan we ronde nummer 6 alweer in. En oppassen, want de bandengrip gaat eraan, zegt de ingenieur. Russell, ja, die is gewoon vele malen sneller. Kijk maar, zit er heel dicht op. Gaan hier van lijn. Zitten we inmiddels einde ronde nummer 6. Als we nog maar weinig ERS meer over hebben. En Russell zit weer te kijken voor een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Kijk naar de buitenkant. Daar is ruimte. Raken elkaar daar wel. We gaan daar een beetje wijd. En Russell pakt de leiding weer af. Probeer hier wel diep in te remmen. Jazeker. En dat had ik zelf ook niet verwacht. En zo pakken wij de leiding weer terug. Dan gaan we ronde nummer 7 alweer in. We zitten nog niet op de helft. Pit window is wel open. Naar de medium band. Wat gaat Russell doen? Dat is de vraag. Zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als we gewoon een ronde langer doorgaan dan gepland. Russell nog steeds achter ons. Heeft de snelste race ronde in handen. Kijkt er naar de binnenkant. En hij rijdt er gewoon voorbij. Proberen nog terug te komen via die buitenkant. Maar dat is helemaal nutteloos. We moeten het zo meteen hebben van de exit. En misschien wel die DRS-zone. Gooi de overtekenknop aan. Maar hebben we daar een momentje op de exit. Russell rijdt van ons weg. Gat is nu 3/10. En hier wordt het alleen maar groter. En ik duik naar binnen voor de mediumband. Benieuwd wat ook George Russell gaat doen. Wij hebben hier gelukkig nog DRS van hem. Dus we kunnen een beetje bijblijven van hem. Verstappen volgt op 1,4 seconden. Gaat Russell langer door of duikt hij ook mee naar binnen met nog 10 ronden te gaan? En Russell duikt mee. Russell gaat die harde banden dumpen voor de mediums. Wij doen precies hetzelfde. Max rijdt volgens mij ook mee naar binnen. Denk ik. Sorry, zeg ik fout. Verstappen gaat door. Hakkinen gaat door. Is gestart op die harde band. En nu moeten we hopen dat deze pitstop goed gaat. En nu moeten we ook hopen dat Russell wordt opgehouden in die pitlane. Nee, helaas niet. Ik ben bang van niet. Nee. Russell niet opgehouden. En zo komen wij denk ik weer achter de Brit terecht op die mediumband. Wel een prima pitstop. 2,3 seconden. We moeten zometeen met nog 9 rondes te gaan Russell zien in te halen. Oh, dat was de muur. De muur geraakt daar. Uitkomen pitlane. Gat naar Russell is 1,7 seconden. We gaan er al gelijk een beetje wijd, want die banden zijn koud. Moeten gelijk op temperatuur worden gebracht. Anders is deze race verloren. Dit weer ronde nummer 16. Nog 2 rondes te gaan. Want ja, heel die tijd hebben wij achter Russell gereden. En kwamen nog niet echt tot een aanval. Maar nu wel. Die medium banden zijn op temperatuur gebracht. Auto is ook lichter geworden en Russell heeft het zwaar. Wij gooien de overtakeknop aan. Zometeen hebben we ook DRS van de Brit. En hier met die slipstream kunnen we misschien een aanval gaan doen met nog 2 rondes te gaan. Pakken hier misschien de leiding af. Russell verdedigt die binnenkant. Wij moeten wel naar de buitenkant kijken. Lukt helaas niet. Kunnen zometeen terugkruisen bij de Brit. Hier zometeen achterlangs. Eerder op ons gas. Jazeker. Slipstream. Maar kunnen hier nergens naartoe. Dan naar de buitenkant kijken bij Kops. Dat gaat normaal niet. Nee, dat gaat normaal niet en dit keer ook niet. We moeten nog even geduldig zijn. En gaan in besparingsstand, want we hebben maar weinig ERS meer over. Dus ik denk dat Russell deze aanval overleeft. We hebben tenminste wel DRS, dus kunnen wel bijblijven bij de Mercedes-coureur. Misschien ook aanvallen. Lukt het? We komen net iets te kort. Dat is jammer. Dit is ronde nummer 17. Nog 2 rondes te gaan in de race. Als we weer op datzelfde punt zitten als een ronde daarvoor. Met die DRS, met de ERS, met de slipstream. Kijken dit keer weer naar de buitenkant. En het is een touché. Russell toucheert ons op onze linker voorband. Kunnen hier weer terugkruisen bij de Finn. Hier aan de binnenkant. Lukt dat?
Nee, dat lukt niet. Nou, misschien wel. Later staan. Zij aan zij. Nee, Russell heeft hem op de exit. Nog steeds op P2 met nog 2 rondes te gaan. En hier gaan we daar wat te wijd door de vieze lucht. En dan komen we zo meteen in de laatste ronde van de race. Hebben tenminste nog de DRS, maar Russell rijdt wel van ons weg. Gat is 3/10. En moet in besparingsstand. En dan gaan we zo meteen de laatste raceronde alweer in. En met die druk die Russell voert. En wij zelf, wij willen gewoon deze race winnen. Zitten hier net te ver weg. Hebben we zo meteen nog 1 ronde de kans om Russell te verslaan. Voor de race overwinning de laatste ronde loopt van de Grote Prijs van Engeland. Met Russell op P1, wij dus op P2. En wat kunnen wij zo meteen doen? Gaan in besparingsstand. Rijden er gewoon naartoe. Russell heeft het hier lastig. Zometeen volgt dat DRS-stuk. En hebben hier de betere exit. Met die DRS, met de slipstream, met de overtake doen wij een poging om de leiding af te pakken in de laatste ronde. En dat lukt. Pakken de leiding af, jazeker. En moeten dit nog even vol zien te houden. Wat kan Russell nog zometeen? Gaan daar een beetje wijd. Prima inhaalmanoeuvre, zegt de ingenieur. Russell kan hier terugkomen in de slipstream. Jazeker, die Mercedes is snel en kijkt hier naar de binnenkant. En we moeten de leiding helaas afstaan. Maar Russell gaat daar een beetje langzaam door die bocht. Maar ja, is daar even close. Russell pakt de leiding af met nog een paar bochten te gaan. Wat kunnen wij nog doen met die DRS-zone? Wat kunnen wij nog doen met de slipstream? Wat kunnen wij nog doen met de ERS? Laatste ultieme poging volgt zometeen. Richting sector 3. Russell rijdt van ons weg. Gat is 2/10. Maar hier kikt de slipstream in. En hier doen wij een alles of niets poging. Raken Russell via die binnenkant. Maar duwen de Brit helemaal wijd. Zo pakken wij de leiding en de race overwinning af in de laatste ronde van de race. Een spektakelstuk. Een spektakelstuk. Hier in Verenigd Koninkrijk. Goed gedaan. Uitstekende race. Mooie battle met Russell. En is het op naar de volgende wedstrijd. Ah, fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. Here we are then. A fantastic British Grand Prix. And what a performance it was from our race winners today. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier wordt dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de Grote Prijs van Engeland met als snelste resultaat. Hebben we toch nog goed gedaan na een spannende battle met Russell. Die dus op tweede finisht. Max 3, Hakkinen P5. Goed gedaan. En wij krijgen volgens mij ook driver of the day. Eén uitvaller, Lando Norris. Dat is jammer. En wij verstevigen het klassement met 71 punten voorsprong op Verstappen. En constructeurskampioenschap 49 punten is de voorsprong op Red Bull. Dus in beide kampioenschappen staan we er goed voor. Het team acclaim is ook gewoon goed gebleven. Alle doelen van de sponsoren behaald. $1,42 miljoen erbij. Helaas heeft Akine $15.000 misgelopen. Dus $110.000 daarvan ook erbij. In totaal op de bank $23,77 miljoen. Dat is goed om te zien. Daarmee kunnen we het contract met Akine gaan openbreken. Die we moeten gaan verlengen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze Grote Prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Karema content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video.
Dus zet dan gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.